Dit is mijn opa Hielke. We zijn nu even aan de andere kant van de familie, want u kijkt hier naar de vader van mijn moeder. Opa Hielke, 1 augustus 1914, gemobiliseerd en wel staande op het tuinpad van zijn ouderlijk huis te Zwolle. U kijkt hier overigens naar een man van 20 jaar oud. Ja, dat geloof je waarschijnlijk niet. Ik weet niet wat het is met die generatie, maar ze zagen er ouder uit. Ze hadden misschien meer verantwoordelijkheden, misschien namen ze het leven serieuzer. Ik weet het niet. Opa Hielke, 20 jaar oud. Een foto genomen op 1 augustus 1914. De Nederlandse mobilisatie was al in volle gang. Een uur na deze foto moest hij zich melden op de kazerne. De dag daarvoor, 31 juli, had koningin Wilhelmina, die hadden we toen al, een zeer jonge vorstin, maar niettemin een kast van een bontjas, die had haar handtekening gezet onder het zogenaamde mobilisatiebesluit. En om 3 uur 's middags luidden in heel Nederland de klokken en overal hingen de oproepplakaten mobilisatie. En toen hield Nederland echt de adem in. Want ja, wij waren neutraal. Maar ja, zouden we dat ook blijven? Wie garandeert dat? Wat is nou uiteindelijk neutraliteit? Neutraliteit, dat is toch iets, dat wordt je uiteindelijk gegund door de grote jongens om je heen. Het was heel spannend. Maar we hadden ontzettend veel geluk. Want een paar dagen daarna, op de 4e augustus, toen konden we opgelucht ademhalen. Toen raasten de Duitse legers vlak onder onze Nederlandse grens door. Het scheelde maar een paar kilometer hoor. Als je op de heuvels rond Maastricht stond, dan kon je in de verte kon je de Duitse legers gewoon zien marcheren. Zo dichtbij was het. En daar, in de verte, daar begon de verwoesting van België. Dat was net zo neutraal als wij. En Nederland bleef buiten schot. Nou, ik heb als een klein, ja toch wel een hommage aan mijn opa Hielke, heb ik vanavond voor u meegenomen, zijn kepi. Dit was de kepi, ze noemen dat, van opa Hielke. Die heeft hij 4 jaar lang op zijn gemobiliseerde hoofd gedragen. Ik sta overigens een klein beetje te jokken, want dit is niet de originele, helaas. Die zijn we kwijtgeraakt, maar exact zo eentje heeft hij er gehad. En deze, die kwam ik tegen toevallig op een klein rommelmarktje. Dat wil zeggen, een rommelmarktje. Het was een grote internationale Eerste Wereldoorlog ruilbeurs. En daar ben ik vrijwel ieder weekend te vinden. Dus. Maar moet je kijken, als ik hem opzet, dan ziet u ook dat wij de lotum zijn van eenzelfde stam. Hè? Opa Hielke, daar, 2 generaties later, zijn kleinzoon. Ik zou zeggen, zoek de 7 verschillen. En dan zou je nog een hele kluif aan hebben. Ik heb hem helaas nooit gekend. Dat vind ik ontzettend jammer, want opa Hielke die stierf in 1960. Ik werd een jaar later geboren. Ik heb hem nooit gekend. Dus wat ik überhaupt van hem weet, dat heb ik allemaal van mijn moeder. En die vertelt altijd hetzelfde. Opa Hielke was een geweldige pianist. Dat was zijn lust in zijn leven, muziek. Hij had er graag zijn beroep van gemaakt. Niet gelukt. Uiteindelijk werd hij onderwijzer. Vond hij overigens net zo leuk. Hij hield van lesgeven. En opa Hielke, dat was nou een leraar van het type streng, doch. Ja. Juist. Zo eentje hebben we er allemaal gehad. Streng, doch. En hij was een man van discipline. Pas op. Bij opa Hielke hoefde hij in de klas helemaal niets te... Je hoefde nog geen propje te schieten. Want hij hoefde de klas maar aan te kijken. Het was meteen helemaal stil. Ik schijn dat van hem geërfd te hebben. Een kleine toast op mijn gemobiliseerde opa. Daar ga je, Hielke. Ik ben hem buitengewoon dankbaar. Want, nou, laat ik het zo zeggen. Een paar jaar voor zijn dood heeft hij op verzoek van mijn moeder heeft hij een paar herinneringen opgeschreven aan zijn mobilisatietijd 1914-1918. En ik ben hem dankbaar omdat dat ik überhaupt iets weet over Nederland en de Eerste Wereldoorlog. Dat staat allemaal in dit boekje. Dus even een paar citaatjes. Opa Hielke zat namelijk bij de militie. De militie, dat was de naam voor het Nederlandse veldleger in die dagen. En dat bestond uit 4 divisies. En die hadden zich aan het begin van de oorlog meteen verspreid over het land om in te grijpen waar nodig. Citaat opa Hielke. Daar wij niet wisten wat er hier in Nederland met ons zou gebeuren, had onze opperbevelhebber, generaal Snijders, had het Nederlandse leger de opdracht gegeven de zogenaamde afwachtende houding aan te nemen. De afwachtende houding. Dat is een typisch Nederlands strategische uitvinding. Dat is de afwachtende houding. Dat ziet u ook heel duidelijk aan deze foto. Hè? Als er ooit iemand een afwachtende houding heeft aangenomen, dan is het wel opa Hielke. Nog een citaat. Hij zegt, ik had ontzettend veel geluk. Want ja, ik woonde in Zwolle. En waar werd ik ingedeeld? Bij de divisie die was gelegen achter de IJssel. Ja, dan heb je inderdaad ontzettend veel massa. Want Zwolle en de IJssel, daar zit ongeveer 500 meter tussen. Dus wat dat betreft had hij ook net zo goed op zijn tuinpad kunnen blijven staan. En heel eerlijk gezegd denk ik dat hij dat ook gedaan heeft. Want we hebben exact zo'n foto uit 1918. Maar let op, nu komt de zin. Nu komt de zin die mij de ogen heeft geopend. Zin van opa Hielke. Denk niet dat hier niets gebeurde. Mooie zin, hè? Denk niet dat hier niets gebeurde. Noemt hij een paar voorbeelden.
Wist u dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog hier in Nederland meer dan 1 miljoen Belgische vluchtelingen zijn opgevangen? Meer dan 1 miljoen. Op een bevolking toen van 6 miljoen. He? Het kan dus wel. He? Nederlandse koopvaardijschepen, Nederlandse vissersschepen werden met de regelmaat van de klok getorpedeerd naar de zeebodem gejaagd door Duitse onderzeeërs. Er zijn honderden doden bijgevallen. Hier, Opa Hielke schrijft hier over de dodendraad. De dodendraad. De Duitsers hebben vanaf maart 1915 met succes de Belgisch-Nederlandse grens hermetisch afgesloten. Er kon geen kip meer in of uit. Weet je hoe ze dat hebben gedaan? Met een stroomdraad. Een stroomdraad van een paar honderd kilometer lang, die liep helemaal langs de grens, van Katzand tot het Drielandenpunt. Daar stond 2000 volt op. 2000 volt. Daar zijn honderden doden bij gevallen. Nou, misschien hoort u het voor het eerst vanavond. Dat had ik ook. Het was voor mij allemaal nieuw, ik zeg het eerlijk. En waarom was het nieuw? Omdat ik over die hele Eerste Wereldoorlog op mijn middelbare school niets geleerd heb. Dat is toch krankzinnig, hè? Op de hele middelbare school niets geleerd. Hele middelbare school niet. En ik moet er heel eerlijk zeggen, voor die middelbare school, daar heb ik wel uitgebreide tijd voor gehad. Hè? Want ik zal maar even uit de kast komen. U luistert hier vanavond 2 uur lang naar een man die 8 jaar over zijn middelbare school heeft gedaan. Jazeker. Hopla. Eerst en de laatste keer dat daarvoor wordt geapplaudisseerd. Hè? 8 jaar over Murmelius Gymnasium in Alkmaar. Daar heb ik 8 jaar over gedaan. En waarom 8 jaar? Omdat ik nog hoor tot de gouden generatie, die tenminste ruim de tijd nam om de stof te laten bezinken. Ze zijn tegenwoordig met een lantaarntje te zoeken. En dat niet alleen, ik was ook nog eens een kritische leerling. Kom daar nog eens om vandaag de dag. Ik was een kritische leerling. Hoe zag dat eruit? Aan het eind van het schooljaar was er voor de kleine Diederik helemaal geen vakantie. Nee. Dan keek ik mezelf eerst eens even kritisch aan in de spiegel. En dan zei ik, Diederik, is alles wat jij dit jaar hebt moeten leren, is dat eigenlijk wel aangekomen? Is dat eigenlijk wel bezonken? Of zijn er hier en daar toch nog wat vakken die best een puntje op de i kunnen gebruiken? En als ik bij mezelf ook maar de geringste twijfel bespeurde, dan riep ik de leraren bij elkaar. Ik zeg, ja jongens, alles goed en wel dat volgende schooljaar, maar persoonlijk weet ik helemaal niet of ik daar wel aan toe ben. Ik heb zo mijn twijfels. Hoe staan jullie er tegenover als ik dit jaar gewoon nog een keertje overdoe? En tot 2 keer toe stonden ze daar zeer positief tegenover. Zo kan het dus ook. Nou, Anton, vraag 1. Wat is jouw grootste angst? Sterven. Sterven? Ja. Sterven is fout.